Meer dan 10 teams deden mee aan het NK Life Saving Ocean Event, zoals het toernooi officieel heet. Als groep, maar ook individueel, moesten de reddingszwemmers behoorlijk aan de bak. Stel je voor, in deze golven honderden meters zwemmen om het hardst. En dat een paar keer achter elkaar. Ik ben een beetje moe. Het was best wel pittig. Flinke golven. Komt van alle kanten. Dan word je wel flink moe van. Dus een beetje buiten adem. Hoe zwaar is dit? Redelijk. Je moet een flink stuk rennen. Als je goed bent, wil je weer voorop liggen. Dan moet je nog kijken naar de stroming en de golven. Oriënteren. Je bent aan het zwemmen. En je ziet niet eens waar je heen moet zwemmen. Dat is best lastig. Je moet een keer kijken en zwemmen. Toch doodvermoeiend? Ja, dat is het ook. Maar ja, dat heb je ervoor over. Want waar zit je normaal bij reddingszwemmen? In Weert in Limburg. En dan gewoon binnen vlak water. Dus die zee is al zwaar. Maar is daar veel te redden dan, midden in Limburg? Nee. Keer op keer duiken de deelnemers de zee in om fictieve drenkelingen te redden. Van de dames werd Maaike vandaag Nederlands kampioen reddingszwemmen. Volgende maand is het Europees kampioenschap in Spanje. Best een verschil.